Deze video gaat over prioriteiten stellen. Wat is belangrijk? Wat is echt urgent? En wat kunnen we misschien beter delegeren? Dit alles vind je terug in deze video. Want één ding is zeker: zodra we prioriteiten gaan stellen, hebben we veel minder stress en daardoor dus ook veel minder kans op een burn-out. Deze video is niet alleen geschikt voor studieleven, voor je privéleven, maar ook zeker voor je werkleven. Reden genoeg dus om te blijven kijken. Waarom is het lastig om prioriteiten te stellen? Er is zoveel afleiding. Er zijn zoveel prikkels. Daardoor hebben we regelmatig het overzicht even niet meer? Wellicht herken je je in de volgende werksituatie. Er is telefoon, er komen mailtjes binnen, mensen vragen wat aan je, je moet een vergadering voorbereiden, er zijn nog gesprekken die je moet inplannen. Al die prikkels, al die afleiding zorgt ervoor dat je soms simpelweg dat overzicht even niet meer hebt. En dat is lastig om dan opeens te gaan zien: wat is nu belangrijk, wat moet ik eerst doen? Vandaar dat deze video je daar echt bij gaat helpen. Want één ding is zeker: als we prioriteiten gaan stellen, dan gaan we van ruis en onrust in ons hoofd naar een helder en fris beeld, waardoor het weer makkelijk wordt om te zien wat nou daadwerkelijk de eerstvolgende taak mag zijn. Voordat ik je ga helpen met het stellen van prioriteiten en je de juiste vragen ga stellen, zodat je weet wat belangrijk is en wat niet, wil ik je toch nog één tip meegeven. Er zijn altijd taken waar je tegenop ziet of die je minder leuk vindt om te doen. Die heeft iedereen. Regelmatig doen we dan dit. We schuiven het voor ons uit. We stellen het zo lang mogelijk uit. Maar wat gebeurt er dan? Doordat we het uitstellen, denken wij we zijn er niet mee bezig, dat komt later wel. Maar het tegendeel is waar. Doordat we de dingen waar we tegenop zien of echt minder leuk vinden om te doen, voor ons uitschuiven, zijn we tegelijkertijd daar van binnen toch mee bezig. Dus dat zorgt alsnog voor spanning, voor stress, voor onaangenaamheden. Dus ik wil adviseren. Voordat we beginnen met het stellen van prioriteiten, of het nou wel of niet belangrijk is, zorg ervoor dat je die minder leuke taken aan het begin zet. Want zodra je die het afgevinkt, blijft er veel meer ruimte, veel meer rust, veel meer tijd over. voor de dingen die je daadwerkelijk leuk vindt. En zo zijn we dus ook onderbewust niet bezig met: oh ja, maar dat moet ik straks toch echt nog doen. En. Zo kunnen we ook niet optimaal genieten van de leuke dingen die we kunnen gaan doen. Dus mijn advies is heel concreet: doe de minder, dingen, minder leuke dingen als eerst. De eerste stap. Maak een lijstje van alles wat er gedaan moet worden. Dus ook al denk je, ja, dat, 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 dat komt later wel. Schrijf hem alsnog op. Dus maak nu nog geen selectie, geen voorselectie. Maar maak gewoon puur een lijst met alle. Toedoe's. Vervolgens gaan we kijken naar de urgentie per taak. Dus vraag jezelf af, kan dit wachten? Kan ik dit uitbesteden? Of kan ik dit bijvoorbeeld zelfs elimineren? Door deze vragen te stellen per taak, krijg je al een veel helder beeld van is het belangrijk, is het urgent en moet het nu gebeuren? Nu we een lijstje hebben, mogen we gaan kijken wat geven we voorrang of wat mogen we überhaupt misschien van het lijstje afhalen? Elke taak kan je verdelen in vier categorieën en ik ga ze alle vier met jou delen. De eerste categorie is urgent en belangrijk. Valt een taak in urgent en belangrijk, dan mag je uiteraard die taak als eerste gaan uitoefenen. Deze heeft echt prioriteit nummer 1. De tweede categorie is, hij is belangrijk maar niet urgent. Wanneer een taak belangrijk is maar niet urgent, dan wil ik je adviseren om daar tijd voor in te plannen. Dus je zegt simpelweg in je agenda, hier ga ik op vrijdag om 2 uur een uur aan zitten. Plan het in. Je hoeft hem niet direct op maandagmorgen mee te gaan starten, maar je mag hem in gaan plannen. Geef weer rust en ruimte in je hoofd. De derde optie, hij is urgent. De taak is, die moet nu gebeuren, maar niet belangrijk. Hm, wat doen we met zo'n taak? In deze situatie wil ik je vragen om die taak uit te besteden. Ga hem overdragen aan iemand anders die er nog ruimte voor heeft, die misschien minder te doen heeft. Dus delegeer deze taak. Valt die onder urgent, maar niet belangrijk. En hebben we de laatste categorie. En de laatste categorie is niet belangrijk en niet urgent. Je raadt het waarschijnlijk al. Deze taak mogen we per direct van ons lijstje halen. Dit gaat ervoor zorgen als je die taken in deze vier categorieën onderverdeelt, dat je heel makkelijk weet, dit ga ik als eerste doen, dit plan ik in, dit draag ik over en dit mag per direct van mijn lijstje. Belangrijk is wel rond altijd eerst een taak af voordat je naar het volgende gaat. Regelmatig willen we multitasken om tijd te winnen. Dit werkt dus precies averechts. Dus mijn advies is rond eerst een taak af voordat je weer een nieuwe taak kan starten. Wanneer er meerdere taken urgent en belangrijk zijn, dus allemaal prioriteit nummer 1 hebben. Welke doen we dan eerst? Ik wil je vragen om in die situatie te kijken naar de tijdsduur. Wat gaat langer duren en wat kan je in een korte tijd voltooien? Die taken die je in een korte tijd kan voltooien, die mag je als allereerste doen. Waarom? Nou, het gaat ervoor zorgen dat wanneer je taken kan afvinken, dus wanneer je ze hebt voltooid en hebt volbracht, dan geeft dat een gevoel van voldoening. Dat geeft je dus ook een soort van een gevoel van geluk, yes! En dat zorgt weer voor nieuwe motivatie en nieuwe energie voor al die andere taken. Eindig altijd met het prioriteren van de taken voor de dag erna. Dus start daar nooit mee, maar rond je dag daarmee af. Dat zorgt ervoor dat je het ook af kan sluiten in je hoofd, waardoor er weer meer rust en meer ruimte zal ontstaan. En zo kan je ook heel efficiënt de dag erna weer starten. Deze tip mag absoluut niet ontbreken in het lijstje: pauzes nemen. Ook al hebben we zoveel prioriteiten en moeten we zoveel afronden, is het nog steeds superbelangrijk om regelmatig een pauze in te lassen. Elke 60 minuten mag jij even een glaasje water halen, even een kopje koffie drinken. Ga in je lunchpauze even een wandelingetje maken. Deze pauzes gaan er juist voor zorgen dat jij heel efficiënt te werk gaat. Dit waren mijn tips als het gaat om prioriteiten stellen. Heb jij nog een mooie aanvulling op dit lijstje? Zet het vooral in de reacties hieronder. Voor nu heel erg bedankt voor het kijken en. Kijk vooral de volgende video als jij nog meer wilt werken aan jouw assertiviteit.